Mijn hey mensen, Mark hier en welkom bij vandaag weer een nieuwe video. En ik ga zo waar, zo onverstandig als het mag zijn, een SBC doen van deze freeze-speler, namelijk Freeze Adama Traore. me wel dat deze video zo echt moker erg wordt. Vergeet vooral niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Ik zal proberen iets minder snel te praten, maar ik heb een hoop te bespreken. De enige reden eigenlijk voor mij überhaupt om deze SBC te doen is dus naast dat hij mij oprecht beter lijkt dan man. Die zei het dat hij iets minder makkelijk linkt. Um, het feit dat hij linksbenig is, high work rate aan die linkerkant. Uh, plus hij is, of hij lijkt in ieder geval super irritant om tegen te komen als wissel En puur om die reden wil ik hem eigenlijk al in het team hebben Ik had wat upgrade packs gedaan uh, die eigenlijk wel uitstekend waren voor mij uh, Ik had op Twitter gevraagd aan jullie van wat zijn de goede pad, upgrade packs De 81 plus dubbel, 81, 87 of 80 plus Nou ik deed de 80 plus omdat jullie het aanraden Ik kreeg onder andere een Courtois, ik kreeg een dubbele Neuer, ik kreeg die Road de Final Ray Beach Het was ook goed Echt heel goed speelt. Dus ik dacht. Nou, gaan we nog even weekend League doen. Uh, ik, ik, ik weet niet. Ik kan geen weekend League meer. Ik weet niet waarom. Ik weet niet waardoor. Maar sinds die update op dus donderdag. Ik weet niet hoeveel het was. Donderdag 3 december. Toen met die Connection Quality update zooi. Uh, ik, ik, ik kan die connectie niet meer vertrouwen Die ping bij mij gaat echt constant all over the place Op echt allerlei punten in de wedstrijd En daar kan je, je kan daar gewoon niet op rekenen Want zoiets die je wil doen, wordt dan gewoon vertraagd En het maakt het gewoon echt onspeelbaar Dus ik, ik weet niet meer wat ik ga doen ik, ik ga, denk ik, tot iets kan doen Ga ik niet verder dan goud 3 Want ik, ik haal er geen plezier uit Het is een enorm stressfestijn als de, game, als de ping normaal is, of de gameplay normaal is Dan is het prima en als je een keer speeder black hebt, dan is dat ook prima, want dan weet je waar het aan ligt. Alleen, nu is het gewoon een geval van, dit is gewoon door de wedstrijd heen gewoon, je, je kunt er niet op rekenen. En dat maakt het voor mij heel vervelend. Dus, je ziet deze potten gaan op dit punt, 10 om 5 zo. Ik speel nog wel door tot goud 3, alleen daarna weet ik gewoon niet wat ik ga doen. Want ik, het, is, het is voor mij niet te handelen, het is echt heel erg frustrerend om te doen omdat ik gewoon niet weet wat voor gameplay ik ga krijgen. Dus we winnen deze game met 6-3. En dan ga ik nu even naar een live deel van deze video. Right, dan ben ik hier nu inderdaad in de menu van de club. Uh, of van FIFA in ieder geval. Ik, ik ga nu 14-7 en ik ga stoppen denk ik. Misschien dat ik doorpoes dat ik rivals rank 1 haal. En dat ik potten gewoon uitspul en, en, en ni, niks doe. Weet je, dan, dan geef ik iemand wel de win. Maar ik, 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 ik trek dit gewoon niet met deze game. Toch trouwens, hoeveel heb ik er nog? Toch 3, toch? Ja, nog drie dus dan kom ik op 14.8, dat is prima. Uh, ik, ik weet het gewoon niet met die game. Ik, ik, voor mij gaat het gewoon niet. Ik heb die 14e win niet eens opgenomen. Want het is voor mij gewoon een geval van... Ik ga een pot in met 20 ping of minder. En hij schiet gewoon zo op de meest random momenten naar een bepaalde ping. Dat ik kan gewoon niet reageren op wat er mogelijk gaat gebeuren. Omdat ik kan niet voorspellen wat er gaat gebeuren. Ik ben level 27, dus ik kan zo'n Premier League Prime Players Pack doen. Ik kan ook de andere leagues doen, maar Premier League heeft Cancelo, Wijnaldum en Pogba als mogelijke World of the Finals. Dus als ik die zou kunnen packen, nadruk op heel groot als, dan zou dat lachen zijn. Maar uh, ik zal het team zo ook nog even laten zien wat betreft spelers en dergelijke. Uh, vooral wat ik ga veranderen na aanleiding van de vorige video. Terwijl ik hieruit geen walkout ga krijgen. Dat klopt. <laughs> dat was enigszins te voorspellen. Deze packs zijn meestal niet heel best. Wij krijgen een Didi. Dat is wel oké. Okay. Een paar 75. Althans, een 75. Een paar lager rated space voor objectives. Hij is. Oh, oké. Okay, die kunnen we verkopen. Dat is in ieder geval nog een paar duizend coins waard. Uh, maar wat betreft het team. Uh, de spelers die ik dus deze week heb gebruikt nu. Hij, Bolassi, is ongelooflijk trash. Hij is ongelooflijk trash. Ik weet niet wat het is. Misschien is hij leuk als je kan skillen. Maar my god, de kaart kan niet reageren op wat dan ook. Henri is sick. Sick, echt. 23 goals, 29 assists en 20 wedstrijden. Um, ik had één, want dat is het kutte, dat was ik in de... Althans, ik, ik had het op Twitter vermeld, maar dat maakt jullie niet echt uit. Ik was... Um, nadat ik mijn eerste team had gespeeld, ik 7 van 3. Um, toen ging ik... Was, ik was met die objective vervolgend bezig. De volgend die je me zag inleveren. Um, zag je, ja, die zag je me inleveren. Um, de, wat ik was met die objective best vervolgend. En met dat team voor die objective was ik per ongeluk een wicked league game ingegaan. Die ik uiteraard verloor, want dat team was maximaal 77 gegrepen en had geen goede wissels op de bank of wat dan ook. Dus dat was eigenlijk al een teken dat mijn WikiLeague gedoemd was om te falen. Maar hij is sick. Hij ook. Um, al twijfel ik toch of ik ze niet allebei eruit moet halen. Omdat ik het gevoel heb dat ik iets mis. Of wat dan ook. Maar ja, het ding is nu. Ik, kijk, ik, ik, ik kan wel leuk doen. Ik heb 76k. Um, daar kan ik niet echt veel mee. Ik, ik bedoel, ja, ik kan, ik, kan, ik kan voor de gein Wijnaldum zijn road to the final halen. voor Premier League gaan. Maar ik bedoel. Het duurt zo lang voordat die kaart geüpgrade wordt. Laat staan. Uh, het is Liverpool. Ze gaan wel geüpgrade worden. Maar hij is best wel duur. En ik heb zijn normale kaart gebruikt. En die was oké. Okay, maar <laughs> niet super bijzonder of zo. Hij is duur omdat hij voor Liverpool speelt. En dus gewoon heel ver gaat komen. Maar. Het, het is zo ontzettend lastig om te zeggen. Maar wat betreft. Um, mijn coins dus. En ook de SPC's. Uh, die er nog zijn. Ik Omdat mijn team zo first owner is, zat ik er half aan te denken. Uh, om eigenlijk te doen wat de Panthers doet. En met team gewoon zo goed als first owner Road to Glory te maken. Um, met uitzondering van één gekochte speler. Uh, want dat doe ik gewoon met de 670k die ik nog heb, nog een base Icon SPC of ofzo. Want kijk, het, het ding wordt, en daar hou ik rekening mee. Het is nu eind. December, we zitten nu richting het eind van december. Het tweede derde ervan. Team of the Year komt, laten we zeggen, over drie weken of zo. Natuurlijk kan ik sparen voor een ex-team hier. We weten al wat het team hier wordt. Dat is Allison, Trent, uh, Ramos van Dijk, um, Davies. Middenveld is Thiago, Kimmich en de Bruyne. Aanval is Messi, Lewandowski, Ronaldo. Uh, en zeer waarschijnlijk is dat dan. Ik denk Lewandowski de twaalfde man, vote gaat winnen. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden. Alleen het ding is, ik ga die kaarten met moeite in mijn team kunnen krijgen. Tenzij ik natuurlijk voor Lewandowski al Nabri heb, die ik tegenkwam in een game die best wel irritant was om tegen te komen, puur omdat hij echt veel ...sneller lijkt dan zijn basecard. Die indruk kreeg ik in ieder geval, maar... Ik, ik, ...ik weet het gewoon niet, ik moet... ...ik krijg geen, ik krijg geen antwoord van iemand van jee, als, ...als ik vraag van, yo, kan ik vragen stellen over... ...over dat quality connection ding... ...want ik, ik, ik weet niet hoe en wat dat zit... ...maar ik, ik weet het niet, ook mijn team niet... ...ik heb het gevoel dat mijn, het, ...het team is wel geinig, alleen... ...Fabinho kan eigenlijk echt niet, denk ik. Zeg maar, zodra je tegen goede spelers moet... ...rennen ze Fabinho gewoon voorbij... Uh, hetzelfde met normale verder. Tenzij je goed bent, obviously. Als je een goede speler bent, wat ik niet ben... Um, dan kan je hier waarschijnlijk wel mee wegkomen. Maar ik kan dat niet. Uh, mane is echt... Het is zo zonde. Het is bijna zo leuk dat iemand als ik Mane krijgt. Want ik, ik kan geen reed met die kaart. Of in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Ik doe niks bijzonders met die kaart. Zeg maar, iedere Shornie kan goed spelen met deze kaart. Die, die, het maakt je niet heel bijzonder. En dan hebben we ook nog de bank natuurlijk. Rebic. Ik zou bijna geneigd zijn door hem om, uh, om cash te kopen. Die... Uh, de is Ivoriaans geloof ik. En natuurlijk sterke link. Dus dat zou wel wat zijn. Dan kan ik rechtsback, um, quadrado halen ofzo. Want Assal die heb ik niet gedaan. Maar ik bedoel, deze kaart, vorig jaar kennelijk. Want ik speelde toen al niet meer. Vorig jaar had hij een summer heat kaart. Die was super sick. Deze kaart heeft wel finisher. Want zijn dribbeling heeft echt wel hulp nodig. Maar, ja, als je dat geboost kan krijgen, dan is het top. Adame wil ik... Kijk, het ding is... En ik, ik zeg het een paar keer in video's, omdat ik het wel echt meen. Um, ik geniet niet van het gebruiken van Mandy. Die ik, ik kreeg zijn normale kaart in een upgrade. Dus ik verving hem. Ik verving zijn Champions League versie die ik had voor deze kaart. Omdat ik de Champions League design gewoon echt graflelijk vind. Maar ik, ik weet niet. Ik geniet niet van het gebruiken van de standaard zooi. <laughs> het is echt tot het punt dat het gewoon echt niet leuk is. Dus misschien dat ik mijn volgende team voor volgende week of zo bouw rond Ray Beach. Uh, en Traore. Ik, ik bedoel, Anders Santini is leuk als Wissel, maar ik zou hem ook niet in mijn basis willen. Zeg maar. het, het zou gewoon echt extreem saai zijn om te hebben, voor mij in ieder geval. Televeo is heel goed. Nou, echt een paar mensen vragen naar me. Heel fan. Twee, hij loopt 1 op 2 ruim qua contributies. En dat is heel erg goed voor Wissel. Zeker als je speelt zoals ik doe, wat slecht is. Uh, en dan hebben we nog Beckham, die ik nog niet gebruikt heb. Lacazette, die ik al even niet meer gebruikt heb, maar die is nogal nog steeds heel erg goed. Uh, het maakt het tricky. Ik heb een leuke club. Ik heb een leuke, goed gevulde club. Uh, we hadden ook nog zon gekregen uit een upgrade pack. En Kulibali. Kulibali maakt niet heel erg uit, maar zon is wel nice. Zon is meta. Uh, alleen heb ik weer een linksbuiten erbij. Dat is natuurlijk ook zo'n ding. Um, en verder hadden we nog niks heel bijzonders, geloof ik. Of niet dat ik meer in de club zit, zeg maar. Uh, een Pjanic nog. Parech gewoon een paar keer. Dat is een beetje getover. Voor de rest eh, niet echt veel bijzonders. is in vorm had ik gekregen. Alleen, uh, ja, daar heb ik niet echt wat aan. Want, ja, ik heb die Road to the Final natuurlijk al. Dus dat is weer een zo'n situatie. Hij is. Ik hoor gemixte reacties over deze kaart. Maar ook hij is. Misschien dat ik helemaal op een gegeven moment in het team werk. Um, maar dat, dat moet ik allemaal nog zien. Misschien dat ik mijn lelijke eentjes een keer gebruik. Dus Mookiele en Koende als verdediging en dan Ferdinand en dan linksachter Adama. En dat we een beetje de, de, die kaarten gebruiken. Dat is een beetje dan de gedachte. Voor de rest heel veel 84's gekregen. De standaard dingen, redelijk. Er uh, is dus niks echt om over naast te schrijven dan al deze kaarten. Het is super nice. Er zit heel veel variatie in. Alleen ik weet niet uh, of ik er goed aan doe om een alternatief team te maken. Rond de spelers in mijn club omdat ik. De enige keer dat ik elite haalde was met een super saai meta team. Toen stond hier nog Gomez, hier stond Pope. Uh, mijn middenveld was wel met deze twee al. En ik had al Mane, Lucas, Lacazette. En nog Rodrigo als rechter centimid. Uh, en dat werkte. Maar ik weet niet waarom. Uh, ik, ik speel zelf ook niet goed. Begrijp me niet verkeerd. Ik speel zelf ook niet goed natuurlijk. Ik raak makkelijk geïrriteerd. Uh, dat is ook wel zo. Alleen, ik kan gewoon niet rekenen op de gameplay. En bij Speed Black, als je dat ik enkele keer hebt, kan je zeggen... ...oh, dat is jouw schuld. Alleen, wat, 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 wat ik zie gebeuren... ...dat ligt niet aan mij. Maakt, maakt het voor mij wel heel lastig om te spelen. Dus, ik weet niet echt wat ik moet doen... Uh, ik, ik weet dat dit waarschijnlijk een kut... Als je op dit punt nog kijkt... Ik, sorry, dit is echt een kutvideo waarschijnlijk. Uh, maar ik, ik moet gewoon even bedenken hoe en wat. Ik zal nog wat potten spelen. Dus, zodat ik gewoon mijn rank 1 wards heb deze week. Uh, en ik mijn club weer wat kan stacken. Want ik heb echt heel erg veel van die 80 plus upgrades gedaan. Maar ze waren ook heel goed. Dus als je die nog kan doen... Want ze zijn er nog voor... Ik weet niet hoe lang. 80 plus player pick is er nog... 9 dagen. Absoluut doen. Als je kan... Uh, always is maar op voorbereiding voor een goede SBC. Ik kan nog de lane van deze doen. Alleen, ik heb Faraan en Mandi. Sorry, ik heb, ja, heb Faraan en Mandi. Maar ik heb ook nog Koende. Dus ik heb hem niet echt nodig als lane speler, als centerback. Um, maar ja, ik, ik bedank jullie voor het kijken. So sorry dat deze en afgelopen video echt bijzonder kut zijn. Gaat de afgelopen tijd. Uh, is niet de ideale week. Maar um, ja, het is wat het is. Ik dank jullie wel voor het kijken. Hopelijk heb jullie genoten met alle moeite. En dan uh, zie ik jullie misschien later. Hopelijk gewoon standaard, dus overmorgen. Doei.